elke identiteit uh, verschillend is en nog meer dat iedereen op een andere manier naar iemands identiteit zit te kijken dus uh, dat betekent dus voor mij concreet, dus ik, 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 doe het al, ik ga dan direct iets operationeel proberen van te maken als politicus, dat dus proberen van collectieve als identiteiten als. te scheppen, dat dat dus ja. nonsens is. En nog veel erger, dat proberen politiek te bedrijven op basis van collectieve identiteiten, dus bijvoorbeeld op basis van een etnie, op basis van een taal, op basis van een, een, een behoren tot een volk, dat dat dus uh, compleet, uh, misschien wel uh, uh, politici dat doen, of bepaalde politici dat erachter doen, maar dat dat uh, niet met realiteit klopt. Mensen hebben een natuurlijke identiteit en mensen kijken verschillend naar uh, andere mensen, maar die is veel lager. Die bestaat uit een heleboel zaken. Die bestaat uit dat je een man of vrouw bent, Gentenaar of Antwerpenaar, we het nu maar noemen, uh, heteroseksueel, homoseksueel, geïnteresseerd in cultuur, niet geïnteresseerd in cultuur, enzovoort, enzovoort. Er zijn tientallen, honderden lagen die mm -hmm. maken dat in feite, ja, dat je uniek bent. Ja, Elke mens de, de... is uniek. En iemand die zich overgeeft aan identiteitsdenken, en voornamelijk in de politiek, probeert daar categorieën in te vinden. En te zeggen, iedereen met dezelfde identiteit moet hetzelfde denken en liefst ook hetzelfde stemmen. Eh, die gaat in tegen dat unieke karakter van de mens. Kijk bijvoorbeeld in Nederland wat Wilders doet met te zeggen: ja. Uh, er zijn uh, uh, tegen islam, is, islamdenken. Uh, want er zijn onder de islamieten een aantal terroristen. Dus alle islamieten zijn terroristen. Of denk bijvoorbeeld wat Sarkozy doet met de Roma. Er zijn onder de Roma criminelen, dus alle uh, Roma zijn criminelen. Mm -hmm. uh, dus dat stigmatiseren van iemand met een andere identiteit, zich daarvan afzetten, en daarop een politiek verhaal enten, is vandaag een, uh, een trend die meer en meer, trouwens niet alleen in West-Europa, ook in Oost-Europa, enorm uh, terug uh, opkomt. En mm -hmm. die dus, aan, uh, als je leest, hè, want uh, terug doet denken aan de... Aan de jaren 30. Jaar. Ja, en dan Giverostad, die heeft zijn villa in Toscanië en die gaat daar wijn drinken en wijn en dus is Ik vind deze vooral zelfs. geen villa. Maar <laughs> je moet mij uh, eens uitnodigen, ik ben ne, nog niet komen. Maar, maar. Uh, ja, wat, wat, hey, maar wat u nu waar, eigenlijk he? uitdrukt, is dat de vijandigheid van de gewone man, uh, mm -hmm. zou je kunnen zeggen, tegen de cosmopolitische ja, uh, yeah. levens. Uh, uh, ja, en ik denk um, dat daar mag u niet naast kijken. Anders gaat u als Je, 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 moet, dat niet, je, je moet dat niet... Nou, kijk, ik vind dat gaan mensen wel, uh, in deze geglobaliseerde wereld, die beweegt en doorheen schudt en die onzekerheid geeft, dus een stuk zekerheid moet geven. De vraag is of dat dus met andere woorden de kerktoren uh, en wat daar rond is, of dat dat die zekerheid geeft. Mm -hmm. Of we niet een andere zekerheid moeten opbouwen. En die zekerheid zou een Europees verhaal moeten zijn. En ik noem het een postnationaal nationaal verhaal. Mm -hmm. Ja, maar, we hebben het nu eigenlijk over het unieke van mensen en het feit dat je dus geen categorieën kan maken waarbij je ze er allemaal kan instoppen en daar dan beginnen op politiek bedrijven. Ja, ja. Daar hebben we het over. En over okay. het feit dat zelfs diegene die onderaan de maatschappelijke ladder staat, onderaan zijn maatschappelijke ladder, wel degelijk iets uniek bijdraagt aan een samenleving. Ja, okay.